a fever. A cold sweat had a head of believer. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Vleugel. Nou, dat kwam wel even binnen, zeg. Hoe voel je? Alsof er iets van me af is gevallen. Ja. Ja. Het was heel mooi. Dank je wel, lief. Ja. Als je dat weer vergelijkt met vorige week, Marcel, is ze nu alweer gegroeid. Ja, weet je wat het mooie is? Ik denk iedereen die hier aan meedoet, die staat natuurlijk zo bekend om hele andere dingen. En dat is zeg maar de persoon Robin Martins. En hier zie je de mens Robin Martins met al haar gevoelens. Ik vind dat heel bijzonder dat mensen zich zo uit hun comfortzone durven te bevinden en dit gewoon doen. Ik heb veel respect voor je, Rob. Dankjewel, lief. Lief. Heeft dat nummer een speciale betekenis ook voor jou? Nou, dat zal ik allemaal niet vertellen vanavond. Oh. Dat bespaar ik jullie liever. Maar ja, het is wel een heel emotioneel nummer en het heeft wel een lading. Ja, ik merk het een beetje aan. Ja, voelde je het? Ja. Ik sta ook wel echt te trillen nu. We gaan kijken of jij genoeg reden te stay hebt bij de jury. Ronnie. Yes. Vorige week had ik je ook al complimentjes gegeven over die tweede stem. Nu hoorde ik het weer, dat trappertje in het midden. Daaruit blijkt dat je toch echt best wel muzikaal bent. Dus ja, maar... Zeker. Ja. Gira. Ja, jeetje Robin, jij en Marcel samen, dat kleurt prachtig. En je bent heel ambitieus. Je wil dit echt fantastisch doen. En ik zou bijna zeggen, laat dat los. Je hebt niets te verliezen. Laat het gaan en je gaat vliegen. Nou dat. Wijze woorden. Ja. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de punten. Angela. Ja, als je je er echt helemaal in gaat gooien, Robin, dan zal je zien dat gaat je helpen met het optreden. Ik geef je een 7,5. Een 7,5? Ronnie? Ja, ik vond ook dat jullie het weer heel goed gedaan hebben vandaag. Van mij krijg je ook een 7,5. 7,5. Gerard, toch iets verrassends? Voor mij alle gras van mijn voeten weg, want ik had ook een 7,5. 7,5. Ja. Dank je wel.